De leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben vanmorgen geprotesteerd voor het gebouw van de Nationale Assemblée. De leerkrachten protesteren tegen het mutatiebeleid van het ministerie van Onderwijs en het verschuiven van de invoering van de herwaardering naar eind maart. DNA-voorzitter Jannie Simons kwam niet naar buiten, maar heeft wel aangegeven bereid te zijn een delegatie te ontvangen. Bondsvoorzitter Wilgo Valies sprak de menigte toe voordat hij samen met enkele bestuursleden door voorzitter Simons werd ontvangen. In de straat zorgt volk dat de leerkrachten die ontevreden over een behandeling zouden kiezen. Dat man zonder wat tien respect geven score man naar de score. Oma, die doet ze de wani. En Amas zei Chara heer Sandy zien naar meneer Pneu. Ja. Ja, meneer Pneu. Ja, meneer Star. En hij vier in zijn Rambo. Hij vier in zijn Sotranga, omdat hij kan Jaggi was maar weg. Als hij nee, gozo. We accepteren. De wetten die duidelijk in haar konden zien. En allemaal moest respecteren. If leraren is taak, dat je mee gebruik voor de grondrechten. Dat je mee gebruik voor de grondrechten. En meneer Pneu, taki, if de leraren zijn taak, dan kan ik een briefje, want we hebben jagi de. Oh, jagi de leerkrachten. Dan jagi alle de leerkrachten. Dat aan een materie, dat nou ons aan niet. Maar dat hij onder druk leerklachten, dat uno tiki. Dat uno tiki. Daarom weet taki, handen af van de leerkrachten. Handen af van de leerkrachten. Het DNA-lid Edward Belfort, dat vanaf Theater Uniek naar het Onafhankelijkheidsplein heeft meegelopen met de actievoerders, vindt dat de leerkrachten een rechtvaardige strijd voeren. Ook het burgercollectief heeft zich solidair verklaard met de actie van de leerkrachten. Volgens Curtis Hofwijks, voorzitter van de beweging We Zijn Moe, zou zijn organisatie vanmiddag een meeting houden om te bepalen hoe verder. Ja, ik voel mee met ze en ze zijn voor gesloten deur komen te staan gisteren bij het paleis. In het parlement, het huis van het volk, mogen we ons zegje niet doen. We worden eigenlijk gemuilkorfd door meneer Melvin Bova. Hij wordt gedicteerd en wanneer we aan het woord zijn, maar 1 minuut moeten we praten. En deze mensen voeren een rechtvaardige strijd. En ik ben ze tegemoet gegaan in Theater Uniek en samen met ze gelopen naar het huis van het volk. Hier aangekomen treffen een harde politiemensen hier. Waarvoor? Het is niet nodig. Begrijp? De politie voelt dat ook. Ik heb deze jonge mannen ook getraind. Begrijp je? Waarvoor zoveel politie hier? Het zijn voornamelijk, kijk maar, voornamelijk vrouwen die een rechtvaardige strijd voeren omdat er is ze beloofd ze gaan geherwaardeerd worden. Nu als ze vragen van waar is onze herwaardering, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. En vandaar dat ze actie voeren onder andere. Leerkrachten worden gemuteerd van OS Uitkijk, van Lewin School, nodeloos. Dat zijn de dingen die deze mensen knellen. De beweging nog niet. Wij als kopstukken enkelingen zitten hier, niet alleen als we zijn, maar ook als het burgercollectief. En we ondersteunen de actie van de leerkrachten, sowieso. Maar het is een rechtvaardige strijd. Als je kijkt dat de regering, wanneer het op zichzelf aankomt, relatiegeschenken, verhoging, allerlei dingen die niet nodig zijn, daarvoor is er wel geld. Maar voor de leerkrachten die al geruime tijd overeenkomst hebben, om daaraan invoering te geven, daarvoor is er, wordt er steeds gevraagd dat men geduld betracht. Maar wat zijn de volgende stappen van die organisatie? We komen vanmiddag bij elkaar en we gaan de strategie dan verder bepalen. Aldus Curtis Hofwijks, we spraken hem vanmorgen op het Onafhankelijkheidsplein. Intussen heeft het jeugdparlement in een schrijven aan de regering gevraagd dat zij samen met leerkrachten voor een oplossing zorgt, zodat het onderwijsproces gegarandeerd blijft. Onze nieuwsdienst heeft na het gesprek tussen de DNA-voorzitter en de BVL gesproken met Wilgo Valies. Hij zegt dat er een goed gesprek is geweest.
De bond heeft haar problemen op tafel gelegd en de voorzitter heeft aangegeven zich te zullen inspannen om indien mogelijk een gesprek te arrangeren tussen de regering en de onderwijsorganisaties. Dit gesprek kan vanavond, zo niet, morgen plaatsvinden. Valies verwacht dat dit gesprek een solide basis zal kunnen vormen voor een structurele oplossing van het gerezen probleem. Het bestuur van beide bonden zal morgenochtend verslag doen aan de leden.